Van harte welkom, dit is weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Sari, we hebben er weer zin in. We hebben er weer zin in, we hebben hele interessante gasten en we hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, het bloemetje en de straatpraat. Met wie gaan we praten? Ruud van Zuylen, theaterdirecteur van het Agnietenhof, die gaat ons over nieuwe voorstellingen vertellen. En nu aangeschoven dokter Sunderman. Ja. Dokter Sunderman die gaat ons vertellen over de griep die heerst. Is er sprake van een epidemie? Ja, zeker. Sinds december eigenlijk al. Kunnen spreken van een griepepidemie. Er zijn een heleboel mensen ziek. Dat zullen jullie vast ook wel herkennen. Iedereen. Ja, en wanneer is er sprake van een griepepidemie? Ja, er is sprake van een griepepidemie als er een aantal... aantal mensen per 10.000 inwoners naar de dokter gaat. Het getalletje durf ik even niet zo uit mijn hoofd te zeggen, maar dat is in ieder geval die waarde, daar zijn we ver overheen. Dus we spreken echt van een griepepidemie, van een griepgolf nu. Ja. Maar wat is griep nu echt? Wanneer heb je nou echt griep? De griep, de echte griep, dat is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus, een influenzavirus. Uh-huh. Daar zijn verschillende typen van. En die veroorzaakt die ziekte. En dat is dus wel wat meer dan een verkoudheid. Hè. Mensen zeggen natuurlijk heel snel, ik voel me een beetje grieperig, maar dat is niet de griep. Ja, hoor je het vaak precies, al, hè? Precies. Ja. Oh, ik heb griep, ik blijf thuis. Uh-huh. De griep die nu heerst, hè, veroorzaakt door een type van dat influenzavirus, daar ben je echt ziek van. Je hebt hoge koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn vaak in je armen en benen. En je ligt echt eigenlijk knock-out op bed, zal ik maar zeggen. En hoe lang duurt dat? Ja, dat kan wel een goede week duren voordat je daarvan hersteld bent. In ieder geval, dan heb je dit virus wel, heb je lichaam dat opgeruimd. Dan heb je vaak ook nog wel even nodig om weer helemaal op krachten te komen. Hè. Ik bedoel, dat griep, dat vreet toch een hoop energie van je. Ja, dat is een flinke aanslag. Ja. Je hoorde vroeger toch ook dat mensen dood gingen aan griep? Heel vroeger wel, want anders hoorde je dat. Nu ga je op zich dan niet zo snel dood aan de griep zelf, maar ook vaak aan de complicaties van griep. En dat zijn dingen waar je op moet letten. Dat is bijvoorbeeld van longontsteking, dat was ook wel in het nieuws. Mensen uit risicogroepen die kunnen een longontsteking krijgen. En wat zijn de mensen uit de risicogroepen? Hele oudere mensen, dat is natuurlijk een risicogroep. Hele jonge kindjes is een risicogroep, kindjes onder de 2 met koorts. Moet je nog altijd wel even weten wat er aan de hand is. Mensen met chronische ziekten als suikerziekte of COPD, astma. Maar herstel zeg maar minder snel gaat als normaal. Nee, het is niet zozeer langzamer, het is meer anders. Er komt wat bij. De griep zelf is een virusinfectie en dat kan het lichaam heel goed zelf opruimen. Daar hebben we ook niet echt goede medicijnen voor. Dat moet en kan het lichaam zelf opruimen. Daaroverheen kan soms nog een bacterie komen. En dat veroorzaakt bijvoorbeeld die longontsteking. Ja. En dat wil je wel weten, want dan is het wel zinnig om antibiotica te geven. Ik wou net zeggen, want wat is nou het moment om naar de dokter te gaan bellen? Kindjes onder de 2 jaar moet je eigenlijk als ze de eerste dag koorts hebben, altijd even bellen met de huisarts voor advies. De doktersassistentes die kunnen dan daar ook een advies in geven. Die koppelen dat ook altijd terug aan de dokter. Kindjes ouder dan 2 jaar, na 3 dagen koorts is het toch ook wel verstandig om even te bellen, om in ieder geval je verhaal te vertellen, zodat we kunnen inschatten, is er nou een alarmsymptoom. Verder voor gezonde volwassenen, na een dag of 5 koorts, dan moet je aan de bel trekken, of als je heel erg kortademig bent. Want dat duidt dan automatisch op complicaties? Dat zou kunnen duiden op. Het is niet per definitie zo natuurlijk, maar dat is wel een alarmsymptoom. Hè. Ernstig ziek zijn, erg kortademig en dat soort zaken. Ja, dan is even goed om te kijken. Is er nou een manier om jezelf hier tegen te wapenen? Want je ziet hele gezinnen omvallen. Ja, nou, dat is lastig hoor. Als één iemand in het gezin heeft, dan gaat het door. En tuurlijk, je moet natuurlijk oppassen op hygiëne, goed handen wassen. Je mond afschermen met hoesten. Je moet natuurlijk wel oppassen dat je niet in je hand hoest heel goed en dan vrolijk iemand een hand geeft. Dan is het idee een beetje weg. Dat soort hygiëne maatregelen. Maar het is heel lastig hoor, in een gezin. Je ziet inderdaad meerdere gezinnen dat ze om de beurt omvallen aan de griep. Ja, helaas. Nou is het zo dat normaal gesproken de griepprik een heel wat afdekt. Ja. Maar dit virus wordt niet gedekt door de griepvirus. Klopt nee. dat? Ja, klopt. Daarom is het extra vervelend. Daarvoor zijn er zoveel mensen ziek. Dat griepvaccin, de griepprik, daar wordt van tevoren bedacht, voorspeld, welke virussen gaan we dit jaar mee te maken hebben. Daar hebben ze dit jaar helaas naast gezeten. Hebben niet helemaal goed ingeschat. Dus het
virus wordt niet helemaal gedekt wat nu is. En daarom zijn er zoveel mensen ziek. Als je zo'n griepprik hebt gehad, ben je dan toch wel iets beter beschermd? Ook tegen deze griepprik? Het zou kunnen zijn dat het iets milder verloopt. Oké. Ja. Goed, nog even op een rijtje. Ik voel me niet helemaal lekker, niet helemaal top. Wat dan? Wat je dan eigenlijk moet doen, is naar onze site gaan van ons gezondheidscentrum, het eerste lijns centrum in Tiel, www.ectiel.nl. Daar zie je rechtsonder een kopje van thuisarts. Dat is een link naar een website gemaakt door de Nederlandse huisartsen. Er zit een balkje, daar kan je wat invullen. Als je daar griep invult, krijg je automatisch eigenlijk de lijst met eigenlijk alles wat je moet weten over griep. Wat dus daar kan je al een heleboel informatie vinden. En heb je toch twijfels, als in dat je al 5 dagen koorts hebt of erg benauwd bent, kan je natuurlijk altijd even bellen met de huisarts voor overleg. De assistente die zal dan het een en ander aan vragen stellen, geprotocoleerde vragen om een beetje in te schatten hoe ernstig het is. En die koppelen dat terug aan de huisarts. En als er nodig wordt een afspraak gemaakt of we bellen even. Of bij oudere mensen gaan we natuurlijk nog wel eens langs thuis. Ja. Die kunnen natuurlijk niet naar de praktijk komen. Ja. Goed. En als je geveld bent, nou, dan is het gewoon een kwestie uitzieken. Van onder de dekens. Uitzieken, goed drinken. Je verliest een hoop vocht met koorts. Dat moet je niet vergissen. Goed drinken en rust. Ziek zijn en dat kost een hoop energie. En je lichaam heeft er geen energie om nog wat anders erbij te doen. Dus lekker onder de wol. Oké. Nou. Dank u wel. Oké, graag. In deze aflevering van Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Ja. Zijn jullie vaste bezoekers van de zaterdagmarkt? Ja, best wel. Ja? Want ik zie verse groenten, fruit. Ja, klopt. Ja? Lekker, voor de vitamintjes weer. Dus ja. Dus die zaterdagmarkt is goed hier? Is helemaal prima, ja. Vaste bezoekers van de zaterdagmarkt? Ja, inderdaad. Ja? Ja. U haalt hier iedere week boodschappen? Ja. Maar zit het er weg zijn op man. Aha, die wordt opgehaald. Ja, die komt hierheen. Ja. En u heeft ook uw boodschapjes voor binnen? Ja, ook. Bent u een vaste bezoeker van de zaterdagmarkt? Nee, geen vaste bezoeker. Nee. Maar bent u wel regelmatig? Een enkele keer, wanneer we specifieke spullen nodig hebben. Zoals koeken, groenten, fruit. Bent u vaste bezoekers van de zaterdagmarkt hier in Tiel? Nou ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja. Tevreden over het aanbod? Nou, het wordt steeds minder. En zo, ze willen nou die maandag, nou ja, dat was toch niet zo erg, maar die willen ze ook wel weg hebben. Jammer is dat, hè? Ja, en dan zegt de gemeente, dat kost zoveel geld om het voor het licht en voor het schoonmaken. En dat is helemaal niet waar. Ik ben gek. Het wordt helemaal niet schoongemaakt na de maandag. Dus maandags niet? Nee. Maar ik vind het wel leuk. We gaan nou kaas halen, want die is hier het lekkerste. Goedemiddag. U bent vaste bezoeker hier op de zaterdag. Bijna elke zaterdag. Verse producten? 11:30. Ja, vis en eten. Lekker eten. Maar meer niet. Meer niet. En jij gaat altijd mee? Ja. Ja. En krijg je dan ook ergens een koekje of zo? Ja. Oh, is dat de opbrengst van vandaag? Ja. Dan snap ik dat jij mee wil. Nee. En dan gaan we even appelsine halen en dan gaan we weer verder. Dag mevrouw, een klein vraagje. Bent u vaste bezoeker van de zaterdagmarkt? Nou, nee. Nee. Toevallig nu. Toevallig. Heel toevallig. Wat vindt u van gezellig? Ja, het is leuk, hè? Wat vindt u van het aanbod? Ja. Nou, op het moment weer goed. Maar er is een tijd geweest dat het niet zo leuk meer was, hè? De Tielse markt. Wat vind je daarvan? Ja, dat is gewoon een gezellige markt, hè, vind ik zelf. Met gewoon een redelijk groot aanbod. Het enige nadeel van Tiel is als het hoogwater is dat we onze auto's, dat niemand die kwijt kan. Maar voor de rest is het helemaal prima hier. Ja. Ja. Jij staat natuurlijk op veel meer markten. Ja. Ja. En wat kun je nou echt specifiek over Tiel zeggen? Nou, dat het zeker echt eigenlijk gewoon een regiofunctie heeft. En dat is wel heel belangrijk dat die gewoon blijft bestaan, zeg maar. En niet door stomme dingen zoals hele hoge parkeergelden en dat soort acties verpieterd wordt. De volgende gast in Tiel aan tafel is Ruud van Zuylen, de directeur van de Agnitof. Van harte welkom. Dank je. Hey, jij gaat een vast item doen in het programma. Ja. Eens in de 3 weken kom je vertellen over alles, het reilen en zeilen van dat mooie theater wat Tielrijk is. Ja. Dat prachtige theater en al die voorstellingen die er natuurlijk gaan komen. Ja. Maar eerst toch eventjes, het theater is nu een maand of 3, 4 operationeel in de verbouwde vorm.
Hoe gaat het? Hoe zijn de reacties? Geweldig. Ja? Echt geweldig. 3 november hadden we de feestelijke heropening. En eigenlijk iedereen die het sindsdien gezien heeft, is heel enthousiast. Kun je ook merken dat er meer mensen komen? Waar we het aan merken is dat mensen eerder komen en langer blijven, vooral. Daar merken we het heel sterk aan. Ze willen het zien. Het gebouw is aantrekkelijker om langer te blijven. Dat was ook de primaire opzet van de verbouwing. Zodat het uitnodigt tot ontmoeting. Niet alleen maar naar de voorstelling gaan en daarna weer direct naar huis. Maar ook de ontmoeting voor en na afloop van de voorstelling. Het delen van de ervaringen. Hartstikke goed om te horen. Wat ook heel goed loopt is het restaurant wat we nu ook geopend hebben. Restaurant Agnietenhof. Altijd als er een voorstelling of film is kun je eten Agnietenhof. In het begin wat aarzelend, maar het loopt nu eigenlijk steeds beter. Dus dat is echt een aanwinst ook. We hebben natuurlijk net Karel Kraaienhof gehad. Ja. Een fantastische avond. En daar gaan we nu eventjes een stukje van zien. Nou, wat heel erg leuk was dat er zoveel kinderen kwamen voor een muziekproject. Ze hebben 2 stukken van mij ingestudeerd. Het ene stuk heet Aleppo, het andere is een tango. Een korte. En daar hebben ze met zoveel hartstocht en plezier gedaan. Onder bezielende leiding, echt geweldig. En daarna, voor de voorstelling, zijn we met mijn ensemble op het podium gaan zitten. Samen met alle kinderen hebben we die 2 stukken gespeeld. Eerst naar elkaar geluisterd, van hoe speel jij het en wat zijn de verschillen. En daarna samen gespeeld. En dat is, ik weet nog zelf dat ik als een klein jongetje meegenomen werd naar een pianoconcert. En dat is een soort onvergetelijke gebeurtenis geweest. Een soort moment in mijn leven waarop ik eventjes eraan kon ruiken hoe een toekomst zou zijn als muzikant. Dus misschien is dat vandaag ook gebeurd bij een kind. Dat zij of hij denkt van, dat is toch prachtig. Om met muziek mensen te kunnen ontroeren. En daar ook nog van te kunnen leven. Want in feite is het een van de mooiste beroepen die we hebben. We kunnen de hele wereld over hebben. Bijvoorbeeld morgen zit ik alweer in Finland om te spelen. En elke keer ontmoet je weer nieuwe mensen die zelf weer op hun eigen manier muziek maken. Dus ik ben zeer gelukkig. Wat een passie, hè, brengt die man toch ook? Ja, absoluut. Het is echt geweldig concert, geweldig ensemble. Het zijn echt allemaal op hun instrumenten. Zijn het toppers. Mensen kennen natuurlijk Kraaienhof van de traan, hè, van Maxima. Ja, de traan van Maxima. Dat is een doorbraak natuurlijk. Hoe ben jij ertoe gekomen om hem te boeken? Hoe gaat dat? Ten eerste, hij was al heel lang niet meer in Tiel geweest. En nu deed hij weer deze tour met een bijzonder concert, Liberation. En dat concept van dit concert, dat sprak me zodanig aan dat ik contact heb gezocht met het impresariaat, met het management. Van hem en zijn ensemble. En al vrij snel kwamen we tot een overeenkomst. Je moet natuurlijk een geschikte datum vinden. Je moet het over de financiën eens worden. En het aardige is ook dat er zo'n heel rampprogramma omheen zit. Samen met het Garivari-trio uit Arnhem. Wat ik nog ken van de tijd dat ik in Arnhem woonde en werkte. Samen met de Plantage is er een heel rampprogramma omheen ontwikkeld. Fantastisch. Dat was een feestje, dus goede neus. Echt geweldig. Ja. Nou, heb jij nog tips voor andere voorstellingen die de komende periode eraan gaan komen? We hebben natuurlijk hoeveel hier... wil je, dat zou ik zeggen. Brand los. Kom maar op. Vertel wat leuks. Ik zal er een paar uitpikken. Ik begin toch even ongebruikt met film. Want we zijn dus sinds een aantal jaar ook een filmtheater. Ja. En dat klopt maar trouwens. Sorry? Dat loopt goed, hè? Ja, loopt erg goed. Eigenlijk vanaf het begin. Heeft heel goed gelopen. Voorziet dit duidelijk in de behoefte? Heel duidelijk in de behoefte. We zijn eigenlijk vanaf het begin hebben we altijd in de top 3 gestaan van de best draaiende Gelderse filmtheaters. De filmtheaters in Gelderland. Als je het meet in aantal bezoekers per vertoning. Dat was afgelopen jaar ook weer. Voor maart hebben we een paar mooie titels op het programma staan. Birdman bijvoorbeeld draaien we al in maart. Dat is eigenlijk pas net de première gegaan. Ja, dat is een hele recente film. Volgens mij 9 Oscar-nominaties. Nou, dan als we het gaan draaien zijn de Oscar-nominaties geweest. Het Oscar-gala. Dus dan weten we ook hoeveel ze ervan in de wacht gaan slepen. History of Everything. Theory of Everything. Theory of Everything. Mm-hmm. Over een prachtige film. Ik heb hem inmiddels gezien. Hele ontroerende mooie film over het Stephen Hawking. Die hele beroemde natuurkundige. En My Old Lady, een hele ontroerende film.
die we al één keer hebben gedraaid in een speciale context. En nu gewoon op dinsdag en woensdag gaan draaien. Okay. Dat over de film. In maart, vaker hier geweest, maar toch altijd de moeite waard, Sarah Kroos op 4 maart. Ook daar zijn nog kaarten voor. Op 7 maart, en dat is wel aardig, want een preview daarvan heeft gestaan op het... tijdens het Fruitcorso Cultuurpodium. Ja, die hebben we gezien. Doe maar. Hebben we gezien. Doe maar. Doe maar. Ja. Was toen een groot succes. En met liedjes is... van Doe maar. Ja, precies. Ja. Uit onze jeugd, lang geleden. Precies, ja. Ja. Die zijn er 7 maart. Die zijn er op 7 maart met het volledige programma. Er zijn ook nog kaarten voor. Oké, even onthouden. Zijn ook nog kaarten. Heel erg leuk. Ja. En de Golden Earring op 10 maart. Maar dat is helaas al heel lang uitverkocht. Het was een van de hardlopers van dit seizoen. Al in de voorverkoop, bij de abonnementenperiode, was het uitverkocht. Overigens een tip voor mensen. Zorg volgend jaar dat je echt een abonnement bestelt. Want er komen weer, de programmering van 15-16 heb ik bijna afgerond nu. Er komen... Ik ga nog geen namen van noemen. De sluier, eentje dan. Ja, nu trigger je de boel. Kom op. Ja, eentje. Even één naam. Eentje. Eén naam. Waar je blij mee bent. Eén naam. Ja, waar ik blij... Ik ga 3 namen noemen. Mag dat? Ja, zeker. Natuurlijk. Joep van het Hek met zijn nieuwe show. Komt weer naar Tiel. 2 dagen NT Gent. Het hele beroemde toneelgezelschap uit België. Mm-hmm. Toneelgroep Amsterdam komt weer naar Tiel. Wow. Het Nederlands Danstheater komt weer naar Tiel. Nou, fantastisch. En laatste 2 dagen in februari, Harry Jekkers en Jeroen van Merwijk. Top. Schrijf. Harry Jekkers gaat weer ik kom. Naar het theater. Harry Jekkers, maar die moet je dus een abonnement nemen, hè? Maar dat hoor je net. Dus ik raad echt mensen aan, neem een abonnement, er is echt keus genoeg. Dan gaat hij weer toeren, dat is even persoonlijk. Hij gaat een beperkte tour volgend seizoen houden. Ja. Geweldig. Ja. Harry Jekkers. Held. Een andere tip waar nog echt voldoende kaarten voor zijn, dat is een beetje jammer. De voorstelling gaat pas aanstaande zaterdag in première. Dus of die echt heel mooi, ben ik soms, moet het er ook eerlijk in zijn. Van kijk, soms weet je het niet. In mijn vak koop je ook voorstellingen die nog gemaakt moeten worden. Ja. Met name toneel en dans geldt dat vaak voor. Dan koop je een voorstelling op basis van vertrouwen in de regisseur, de acteurs, Het gezelschap. De titel van de voorstelling of de bekende voorstelling is of niet. Dit is een heel bekend boek. Dat houdt het ook spannend. Hè? Zout op mijn huid. Ja. Echt een bestseller uit de jaren 80, geloof ik. Ja. Wordt nu op toneel gebracht. En nogmaals, laten we even de première afwachten of het echt een hit kan worden. Maar ik heb er veel vertrouwen in. Het belooft een hele mooie toneelavond te worden op woensdag 11 maart. Nee. En voor de liefhebbers tenslotte op vrijdag 13 maart, Vive la France. Een avond, theatrale avond, showavond, vol met Franse chansons, live muziek, beelden van Frankrijk. Nou, heel sfeervolle. Heel uitgebreid, divers programma. Dat bedoel ik te zeggen, ja, geweldig. Ja. Mooi. Nou goed, dat gaat helemaal goed komen de komende periode. Dat denk ik wel. Toch niet te hoog. Oké. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan, tot de volgende keer. In Tiel aan tafel, nu tijd voor het bloemetje van de week. We staan hier in Zoelen in de straat waar Rien Salet woont. We hebben namelijk een brief gekregen van Joop de Wit. En die roemt Rien omdat hij met zoveel passie, plezier en liefde gehandicapte kindjes ophaalt en ze naar hun bestemming brengt. Nou, Joop vindt dit een bloemetje waard en dat gaan we nu bij Rien, die ook wel de zingende bakker van Zoelen wordt genoemd, gaan we nu aanbieden. Meneer Salet, Rien Salet, hallo. Ik kom u een bloemetje brengen. Zoals u ziet. Ja. Wij zijn van Stadse Weet, hield hier aan tafel. Dit is het onderdeel, het bloemetje. We hebben een brief gekregen van een meneer die zegt dat u met heel veel liefde, zorg, kindjes ophaalt. Gehandicapte kinderen. En dat met zoveel plezier en vreugde doet. Ja, dat doe ik. Ja. Dat doe ik. Dat is mijn hobby, dat is mijn werk. En daar krijg ik daarvan. Ja, dit is van de buurman van een van die gehandicapte kindjes. Joop de Wit, Hoge Straat in Tiel. Och, bij Bulintje vandaan. Ja. Ongelooflijk. Ik geef eerst even dat bloemetje en dan had ik... Ongelooflijk. Nu had ik ook nog begrepen dat u pas bent geopereerd. Ja, dat klopt aan mijn schouder. Ik ben ruim een half jaar geleden, vorig jaar juni, gevallen met de fiets onderuit. En de pees afgescheurd. En die hebben ze in januari geprobeerd weer op zijn plek te zetten, maar dat mislukte, want de pees was eigenlijk helemaal afgescheurd en kapot. En hebben ze een stuk van de spieren hier vastgezet, dus ik loop nog in de ziektewet tot misschien een paar weken nog, dat ik de kracht heb, dat ik weer ga. Ja. En dan ga ik weer rijden.
Dat zou heel mooi zijn. Daar zullen de kinderen ook heel blij mee zijn. Hè? Twijfel ik niet aan. Ik hoef niet langs de winkel te komen of langs het dagcentrum te komen, want dan hebben ze nergens geen tijd meer voor. En u wordt de zingende bakker genoemd. Ook dat. Ja. Ook dat is nog van heel vroeger uit. Ik zat net op de zolder met de vrouwen. Toen kwamen we nog allemaal foto's en krantenknipsels tegen van de bakkerij. En och, weet ik het allemaal. Maar ja, één keer moeten we er toch vanavond. Dan moeten we toch de spullen opruimen, want het is geweest dan. Maar ik heb... Ja, dat klopt. Ik heb hier zo later de bakkerij gehad. En toen ben ik van 10 jaar bestaan ik toen een single uitgebracht. En daarna nog eentje, wat betreft de bakkerij. En toen werd ik ziek en toen ben ik gewoon verder gegaan onder mijn eigen naam. Maar de zingende bakker blij houden. Ja, mooi. Dan ga ik de kwijt. Ja, ja, leuk. Nou, ik wens u heel veel sterkte met het herstel van de schouder. En ik hoop dat u snel weer aan de slag kan. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Daar kom ik ze ook weer tegen. Ja. Maar hij komt die ene jongen nog wel van de Teststad CV op de fiets tegen. Hij zit er pas waai door, die jongen. Ja. En die had vroeger, toen ik en zong en bij Sinterklaas hielp, toen kwam ik toch heel vaak bij die dingen, die mannen. Ja, ik vind het schitterend. Hartstikke leuk. Hey, nou, hartstikke bedankt. Heel veel sterkte en heel veel plezier. Dankjewel. En ik vind het geweldig. Bedankt Joop en zijn vrouw voor het mooie bloemetje. Doen we. Vind het perfect. Dan doe ik mijn werk toch goed. Ja. Oké, hartstikke bedankt. Doei. Wanneer heb je griep en wat is er allemaal te doen in Dagnietorf? Kort samengevat was dat, zeg maar, Tiel aan tafel van deze week. Dat klopt, we zijn er helemaal op de hoogte. En volgende week zijn wij er weer met een nieuwe Tiel aan tafel. Graag tot dan.